So we're saying up. We're saying up het Saramakkanaal. We zijn uitgenodigd door het ministerie van Openbare Werken om een kijkje te nemen op het kanaal bij de werkzaamheden. Er is aardig wat pers bij. Nu is het wachten op de laatste boot voordat we verder kunnen. Hoe lang is dat kanaal? 25 kilometer. Oh ja, 25 kilometer. Zo, terwijl de boot zich klaarmaakt, gaan we even praten met meneer Blendman. Meneer Blendman? Oh, dat zie je bijna niet. Ja, nu wel. Meneer Blendman, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag een veldbezoek brengen op het water, op het Saramakkanaal, om te zien hoe ver de werkzaamheden van de aannemer zijn. We zijn nu in de eindfase van het project. Eind juli moet het project zijn opgeleverd. En we zijn 8 januari 2024 gestart met de werkzaamheden. Dus dat gaan we bekijken, hoe het allemaal bij staat en wat nog gedaan moet worden en wat er is gedaan is. En we hebben met meneer Blendman gesproken. In welke hoedanigheid? In welke hoedanigheid? Ik ben de projectmanager voor de directievoering namens ILACO Suriname NV en Royal Haskoning DHV in het consortium hebben wij de directievoering op dit project. Het hele projectmanagement, supervisie, alles wat erbij hoort. En het is niet alleen op schone toch? Wiet weghalen en zo? Het is voornamelijk vegetatiemateriaal, dus dat noemen we floating materiaal op het water verwijderen. Dat was sterk begroeid in de afgelopen tientallen jaren. Maar ook de vegetatie in de berm, dus gras en smallere bomen, kleiner dan 20 centimeter, die worden allemaal verwijderd. En op sommige plaatsen was het echt een oerwoud. Het gaat om het beheer ervan, zodat het niet dichtgroeit, zodat de scheepvaart goed gebruik van kan maken. Dat is het belangrijkste. We vertrekken nog niet, maar wat kunnen we verwachten? Wat gaan jullie ons laten zien? Ja, we gaan laten zien hoe ver het project op dit moment staat, de vorderingen van het project, en hoe ver de aannemer gevorderd is in het project. Dit is de eindfase. Het is de 25 kilometer lange Saramakkanaal is opgedeeld in 5 secties. De eerste sectie, sectie 5 noemen we dat, is bij Uitkijk, Saramakkarivier. Zijn we begonnen. Nu werkend naar de doorsteeksluis toe, dus de Suriname rivier, wat het eindstation is voor dit project. Dan is het hele project opgehaald, bermen opgeschoond en het drijvend materiaal ook opgeschoond. Het drijvend materiaal kan soms heel erg dik zijn, soms zelfs 30, 40 centimeter dik, vanwege de lange periode dat het niet is opgehaald. Dat is algemeen. We gaan ook zien waar er bijvoorbeeld vuil wordt gestort door illegale dumplocaties van de mensen die ook daar al illegaal wonen. Dat gaan wij ook zo meteen bezichtigen. Goed, en waaruit vertrekken wij? Ik zie, er wordt een brug daar gebouwd. Ja, we zijn eigenlijk tussen de brug van de Zwarhoebrugstraat en de Saronbrug. Daar zijn we nu. Van daaruit gaan wij te water met het team, mediateam, om richting de westelijke kant van het kanaal op te gaan. Dus zeg maar richting Uitkijk. Goed. Misschien als we wat meer tijd hebben, gaan we naar het heien. Misschien maken we het heien nog mee van palen daar voor de brug. Ja. Ja, begrijp niet. Ik alleen verwijderen. Maar ja. Hebben we helemaal geen betrokkenheid daarmee. Oké, okay, ja. Goed. Goed, kijkers, dan weten jullie dat. We zijn niet ver van waar de nieuwe brug over de Saramakkanaal
gebouwd wordt, dat daar in de verte, dat is de brug, de Fabi-brug. Dit. Hier wordt de nieuwe brug over het Saramaca-kanaal aangelegd. Voor zover ik kan zien, zijn dat heipalen. Die palen moeten nog geheid worden. Zodat die brug, of voor de wegdek die de brug gaat vormen met de andere oever. Goed, de boten bewegen. Let's see how this goes. Blendman, het zou wel leuk zijn hè, om tours te organiseren zo door het Saramaca-kanaal. Dat is een hele mooie vraag die u stelt. Dat is eigenlijk ook een van de doelstellingen. Dat als het, we waren gestart met de werkzaamheden. Ik zal even mijn bril afdoen. Voor we waren gestart met de werkzaamheden was het doorvoer met kleine boten niet mogelijk. Omdat dat de vegetatiemateriaal in de motor vast bleef steken. Dus mensen maakten dan geen gebruik meer van het kanaal. Nu daar het helemaal wordt opgehaald, dan kan inderdaad ook weer het toerisme mooi gebruik van maken. Je kan trips organiseren om vanuit de Suriname rivier naar de Saramaca rivier toe te varen. En dat is een heel mooi beeld dat het nu schept, wat je nou kan aanschouwen. Ja. Misschien gaat er ook een spike zijn in toename van verkoop van bootjes. Ja, over boten gesproken. Dat zal misschien een effect hebben voor zeker de mensen die hier zelf aan het kanaal wonen. Maar meer nog ook de grote scheepvaart. Hè? De grote scheepvaart hoeven dan niet meer over de weg te gaan als ze het alternatief hiervoor hebben. Als het natuurlijk in hun route is. Vanuit de Saramaca rivier naar de Suriname rivier. Dan kunnen ze met hun houtblokken, met hun grind en zand, rivierzand en dergelijke, kunnen ze gebruik maken van dit kanaal aan en afmeren bij de bedrijven die u hier ziet. Je ziet enorm veel bedrijven om u heen. Dat zijn allemaal productiebedrijven en dat kan ook de productie verder stimuleren. En dit zijn restanten van opruiming? Ja, hetgeen u nou hier ziet is eigenlijk reeds vanuit de berm verwijderd. En dan hier op tijdelijk even opgepeild, waarna dit in de ponton zal worden geplaatst. En als het in de ponton wordt geplaatst, wordt het naar een tijdelijke dumplocatie gebracht. En bij die tijdelijke dumplocatie, ook langs het Saramaca-kanaal hier, gaat het daarna versnipperd worden. Tenminste dit deel van sectie 1 en sectie 2. Om dan weer op dezelfde locatie of elders getransporteerd te worden
omdat er in deze locatie geen, bijna geen opslaglocatie terreinen zijn vandaar. Hier is zo'n ponton van de aannemer die zich verplaatst met het materiaal dat vegetatiemateriaal dat vrijgekomen is, wordt dan op de ponton geplaatst en die wordt dan op de dumplocatie overgeheveld. En van daaruit zal die verder verwerkt worden. En daar zijn afstemmingen ook geweest met de betreffende personen. Er is ook een opslaglocatie nabij de Suriname rivier, bij Doorsteek. De tijdelijke dumplocatie, die gaat ook worden gebruikt voor opslag van materiaal en daarna weer worden afgevoerd. Dat is een oude pand dan, hè? Of een oude veerboot? Ja, dit is van derden, niet van de aannemer. Dus dit soort zaken zie je soms ook langs de kant. Een oud schip her en der, die misschien niet meer in gebruik is. En voor u zie je de drijvende vegetatie. Hè? Zoals omdat de aannemer nu bezig is, dan ziet u dit zo nog. En dit is puur wat we eigenlijk opgeschoond willen krijgen. Sommige breedtes richting uitkijk waren volle breedte begroeid. Hier valt het nog mee in deze twee laatste secties. En dat is inderdaad de stand van zaken zoals u het nu observeert. Ziet u heel moeilijk manoeuvreren vanuit de boot. En dan kunt u zich voorstellen, als het helemaal begroeid is, kijk de propeller van de boot, die moet hij opschonen. En dat is eigenlijk waarvoor we het uiteindelijk ook doen, dat de kleine bootjes gewoon vrij kunnen varen zonder dat het vegetatiemateriaal vast gaat zitten in de motor. Blendman, over oude schepen en boten gesproken, ruimen jullie ook rommel op die jullie tegenkomen op de bodem of zo? Wat de aannemer doet is het wat kleiner materiaal die langs de berm is aangetroffen aan weest, dat ruimen wij op. Maar als het gaat om kleine schepen of grote, kleine boten of grote schepen, dat laten we precies zo liggen, dat is geen onderdeel van deze opdracht. Dat zijn de andere structuren die in werking moeten worden gezet om deze zaken zeg maar, langs het kanaal die niet meer in gebruik zijn zeg maar, op te ruimen. En het uitbaggeren, uitdiepen, is daar behoefte aan? Wij hebben 2 jaar geleden de design gemaakt van dit project. En er zijn ook metingen gedaan over het hele kanaal. Steeds dwarsprofielen genomen over het hele kanaal. En wij zijn toen bij die opdracht, inventarisatie, zijn we tegengekomen dat eigenlijk het kanaal vrij goed op diepte ligt over het algemeen. Zeg maar een 2,5 meter tot 3 meter diep, wat ook eigenlijk het ontwerpprofiel eigenlijk nagenoeg was. Het is wel zo dat op bepaalde locaties, met name richting sectie 1 en 2, we wel locaties aantreffen waarbij je wat verhoogde bodem hebt. Dat zit niet in dit project, maar dat zal in een ander project verder in voorbereiding. Welke brug is dit? Dit is de Saranbrug, die de indirect aan die weg verbindt. En de loosing die direct parallel aan deze brug loopt, is de spoorsloot. Deze spoorsloot wordt ook aangepakt op 50 meter afstand vanuit dit T-stuk. Wordt hij ook zeg maar opgeschoond en ook herprofileerd. Dat zijn op 3 locaties waarbij zijkanalen worden geherprofileerd. Dat is de Paulokreek, Magentakanaal en de spoorsloot. Alle overige zijkanalen worden gewoon de vegetatie van verwijderd op 50 meter afstand.
zijn we nu? Waar is dit? We zijn nu ter hoogte van zeg maar een goede verwachting. Dat gebied zijn we nu. Noordelijk. Noordelijk van het kanaal. Zult u zien dat u meer bedrijven zult hebben. Naarmate we westelijker gaan. En zeg maar aan de zuidelijke zijde zult u straks meer bewoning zien. Zult u meer bewoning zien. Ja. Dus dit is een goede verwachting, locatie. Vrij groot gebied. Wordt het nog mooier naarmate je westelijker gaat, omdat je geen industrie hebt, maar alleen groen, bijna nagenoeg groen. Kijk hier. Hier is een voorbeeld van materiaal dat eigenlijk langs de oever wordt gedumpt, wat niet mag, want je moet een onderhoudsstrook hebben, waarbij je zeg maar ook met de machine zou moeten kunnen treffelen. Om zeg maar geen afvalmateriaal direct langs het kanaal te hebben. Wij naderen nu de Koesewijnenbrug. Je ziet het vuil materiaal dat langs de kade geplaatst wordt. Eigenlijk is dat een vrij grote berg gepiled met vuil. En hier zijn wij bezig samen met het ministerie van Openbare Werken en de SEU om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Noordelijk meer bedrijven en zuidelijk meer bewoning. Ja, je ziet het aan de noordelijke zijde, veel meer bedrijven die grenzen aan de noordelijke industrieweg.
Dat ligt daar aan de noordzijde. En hier aan de zuidzijde is de Goede Verwachtingsweg. Direct langs het kanaal. Dat is wel een mooi uitzicht, hè? Oh. Wat is, waar is dat? Meneer Blenman. Wat was die functie eigenlijk van dit kanaal? Is het Saramak-kanaal, kan je samenvattend zeggen, heeft drie functies. Eerste namelijk is voor de scheepvaart, dat er een goede scheepvaartverbinding is tussen de Saramak-rivier en de Suriname-rivier. Vandaar dat de sluizen ook daar aanwezig zijn, de schutsluizen aanwezig zijn. En de tweede hoofdfunctie is zeg maar de afwatering, ontwatering van het gebied. Met name in de grote regentijd. Vele kanalen die hierop aangesloten zijn, ontwateren. Dus op het Saramak-kanaal en vervolgens dan weer zeg maar, richting bijvoorbeeld de Suriname-rivier. En de derde functie, maar dat is misschien nou in mindere mate dan voorheen het geval was. Dat is namelijk de bevloeiing van de arealen waar men plant aan landbouw doet. Dat je dan dat water kan gebruiken om je planten nat te maken voor de begroeiing. Dus, maar die functie is wat minder nu dan zeg maar tientallen jaren terug. Omdat er nu veel meer bebouwing is ontstaan. Maar het heeft nog steeds het doel. Ja. Maar nu heb je de potentie voor toerisme erbij, hè? Zo een boottocht. Ja, dus je kan zeggen aanvullend. De vierde boot is boottochten die je zou kunnen organiseren. Vooral als het helemaal is opgeschoond, waar je de mensen kunnen laten zien de bedrijven van Suriname. Vele bedrijven zijn hier, productiebedrijven zijn aan het Saramak-kanaal verbonden, gekoppeld. Ook niet zomaar. Er is een weg aan de voorzijde, Noordelijk Industrieweg. En aan de zuidzijde hebben ze de mogelijkheid om zeg maar, een overslag van hun materiaal te doen naar hun, op hun terrein. Over sluizen gesproken, pakken jullie die ook aan? De sluizen gaan in dit project vallen niet binnen dit project. Dit project behelst alleen, net zoals ik eerder zei, vegetatie ophalen vanuit het water uit en ook zeg maar langs de berm. En er is een ander project dat loopt met betrekking tot het rehabiliteren van de sluizen. Van een, zeg maar, met name Suriname rivier. Ja, dat valt buiten dit project.
Pieter Blendman. Is dat de vuilstortplaats? Ja, dit is het grote probleem waar we tegenaan lopen in dit project. U ziet het. Er is hier dus, zeg maar, mag je eigenlijk ook niet bouwen. En is letterlijk een vuilstortplaats hier gecreëerd. En het versmaalt ook hier het kanaal, zoals u ziet. Er wordt gebrand. U ziet daar rook. En dit is een dagelijkse activiteit van de mensen. Dus dit zullen we op een of andere manier, zal het ministerie dit moeten stuiten, zodat het opgelost wordt. Anders krijgen we een grotere vuilstortplaats hier op deze strekking. Ik zie vlak daar tegenover twee grote schepen. Wie gaat dat opruimen? Ja, dat zijn schepen die, zoals u het ziet, zijn ze buiten gebruikt. Als je kijkt naar de staat waarin ze zijn, heel erg slechte staat. Dus die behoren niet bij dit project om opgeruimd te worden. Maar het staat daar, dus ze werken aan de winkel om samen met de betrokken eigenaar, te zorgen dat het van hier verwijderd kan worden. Maar het is buiten het project, hè? Ja. Hier komen we bijvoorbeeld ook niet aan. Dat als we eraan komen, gaat het kapot. We hebben een probleem met de bewoners. Dus we laten het precies zo. We komen niet aan de objecten van de mensen. Wat zei u net, meneer Blendman? Ik zie daar een muur gebouwd. Ja, zoals u ziet, bijvoorbeeld hier een muur gebouwd en waar we net gepasseerd zijn door de betrokken bewoners zelf. Hier gaan wij niet aan komen, omdat het anders kapot gemaakt zal worden. Dit project houdt in, u ziet daar ook, er wordt ook weer vuil gestort daar, precies langs het perceel, illegaal. Hier gaan wij dus niet aan komen, als er een schoeiing is geplaatst. Mogen wij daar niet aankomen binnen dit project, is niet onderdeel van dit project. Dat moeten de andere kanalen, de andere autoriteiten voor zorg dragen dat dat zeg maar aangepakt wordt. Die heeft wel wat moois gedaan. Ja, deze ziet er wat beter uit. Je ziet ook banden, hè? Enorm veel banden. Straks gaan wij voorbij varen. Enorme stapels banden die letterlijk gedumpt worden hier op het, langs het kanaal. En natuurlijk het kanaal ook inkomen. Wat u hier ziet is een verbinding. Van het noordelijke kanaal naar het zuidelijke kanaal wordt er met een boot. Er is een bootverbinding die dagelijks hier gaat. En we zijn nu achter het staatsolieterrein. Verbinding met de boot, ook voor schoolgaande kinderen. Die kunnen gebruik van maken hier van deze, noem het pendelboot. Waar we moeten zijn, volgens mij. Maar er is wel veel te zien hoor, als je op het kanaal bent. Nice.
aan de noordelijke kant van het kanaal ziet, is een tijdelijke dumplocatie die door de aannemer is gekozen. Na goedkeuring, na toestemming van de directie, om het voor een tijdelijke depot te gebruiken van het materiaal dat vrijgekomen is vanuit het kanaal. Hoeveel dat is? Het lijkt met tanden. Die herhalen? Hoeveel vuil dat is? Het lijkt met een tanden te zitten. Ja, het is exact te zeggen, kan ik niet precies omdat het per sectie verschilt. Maar dit is allemaal vegetatiemateriaal. Er is geen vuil ertussen, want het vuil moet gescheiden worden, opgehaald. Wordt ook gedaan. Maar dit wat u hier ziet is alleen maar vegetatie. Vuil wordt separaat verwerkt en afgevoerd vanuit het project. Even nog aanvullen, de grotere bomen, groter dan 20 centimeter, die laten we staan. Ook vanwege de schaduw die het geeft en voor het milieu, hè, environment. Dus alleen bomen die groter zijn dan 20 centimeter en hellen boven het kanaal, dus een gevaar vormen voor de scheepvaart. En bomen die niet stabiel zijn, die elk moment kunnen omvallen, die worden wel verwijderd. Maar alle bomen kleiner dan 20 centimeter over het algemeen worden die verwijderd. Hier kunt u een beetje beginnen te zien de breedte, dat het zeg maar breder wordt vanwege dat het hier ook opgehaald is, maar ook dat er minder beschoeiing direct aan de rand wordt geplaatst, waardoor er meer ruimte ontstaat. Er is visser in, hè? Ik zeg geen vissers hier voornamelijk. Ik zie wel vissen springen. Ja, enkele zijn er wel, bepaalde soort, maar ik zou denken, het is heel veel, maar... Als ik het zo moet doen, zou je me melden en dan ga ik gewoon schuiven. Ja? Gewoon melden, geen probleem. Het is echt een leuk uitje, hoor. Het is een mooi uitje. Ik ga een mooie foto van je maken en zet je het op je profiel.
de... Even kijken wat onze persoon op de eerste boot zegt. Ik denk dat we hier even kunnen, want de minister heeft natuurlijk ook een programma, hè? Ja. Oké, nou wat... U hoort bij? Minister? Ja, ja. Zo, en hier eindigt de boottour op het Saramaka-kanaal. Ze hebben gevaren tot Kasaba-Olo, achter Kasaba-Olo, bij Kasaba-Olo. Goed. So they're catching up now, the other boat. Zijn we nu bij Kasaba-Olo? We zijn nu bij de Kasaba-Olo-kreek. Kasaba-Olo-kreek, eigenlijk een beetje zo een beetje richting achter het Nisso, dat blok. Om een beetje beeldvorming te geven. Zeg maar, meteorologische dienst is vlak hierachter. Oud meteorologische dienst, vlak hierachter. Dus daar zitten we ongeveer. Zeg maar achter het project van vastgoed. Daar is dat stukje zo. CBB, toch? Hoogte CBB. Hoogte CBB. Achter, wat kan ik als je van het kanaal bekijkt. Can you imagine that? Na CBB gaan met de boot. Waar is meneer Kaluk? Hij is al terug gegaan. Oké, dat zullen we ook terug moeten gaan. Ik denk dat dit het is, hè? Ja, ik denk dat een goed beeld had. Ik hoorde meneer Kaluk zeggen van Palulu zo. Dit is Palulu, zeg maar, Kasaba-Olo-kreek. Ja. En dan kunnen we richting, want het programma van minister heeft misschien andere verplichtingen ook. Wij ook. Ja. Dus laten we richting... Zo, en hier eindigt onze boottour. Dan gaan we terug naar ons, naar het vertrekpunt. Maar dat was het. Voor nu. Goed, dan gaan we de livestream afsluiten. Maar ja, veel potentie. Voor toerisme. Bootje huren, bootje varen. Op het Saramaka-kanaal. Zo, dan gaan we hier ergens afsluiten.
voor jullie voor de opname. Links en rechts hier is, als je 180 graden draai maakt, is fantastisch. Dit is de Koesewijnenbrug, toch? Nee, dit is de Saronbrug. De Saronbrug, dit is de Saronbrug. De Wijnenbrug zijn we net gepasseerd. Saronbrug. Oké, en nu passeren we onder de Saronbrug door. We zijn op een boottour op het Saramaka-kanaal.
Victoria.